Big data is zo'n nieuw modewoord uit de industrie en de informatica. Het gaat om grote hoeveelheden gegevens waar je schitterende inzichten uit kan halen. En iemand die daar alles over weet is onze Z-expert van vandaag. Welkom, meneer Van Impe. Ja, big data, dan denken we heel vaak aan supermarkten bijvoorbeeld met aankoopgegevens van klanten. Maar er is natuurlijk veel meer, hè, waar je inzichten uit kan halen. Vertel eens. Ja, terecht. Je dus niet enkel commerciële informatie kunt gaan halen, maar ook bijvoorbeeld informatie rond de risico's die je loopt. Of informatie rond het onderhoudsmoment van een bepaalde machine kan je allemaal gebruiken of gaan halen uit data. En daar bepaalde analyses op doen. Okay. Dat zijn allemaal commerciële zaken natuurlijk, maar nu wordt blijkbaar big data ook toegepast voor non-profit, voor ja, maatschappelijk interessante problemen. Vertel eens. Er is inderdaad een enorme elan. Data wordt meer en meer beschikbaar. Er is enorm veel informatie beschikbaar. Grote telecomgroepen maken die informatie ook beschikbaar. En op basis daarvan zijn er activiteiten rond doing data for good, dus positieve activiteiten voor de mensheid, ja, die ontstaan. Vertel eens over zo'n project misschien, want inderdaad telecom, hè? Ja, onlangs was er dus een heel interessant project op de Ivoorkust, waar de informatie van telefoonsgesprekken werd gedeeld, geanonimiseerd, maar toch wel gedeeld, en waarop dus groepen op gewerkt hebben. En op basis van die informatie van de telefoongesprekken hebben we bijvoorbeeld de busstops kunnen gaan optimaliseren. Waar moeten de bussen op de meest optimale plaats gaan stoppen? Oké, dat is heel creatief om dan inderdaad gsm-gegevens daarvoor te gaan gebruiken. Dat is natuurlijk niet evident. Nu, jullie hebben in Brussel een groep opgericht om mensen te helpen om big data aan te wenden. Hè. Vertel eens, wat is die groep? Inderdaad, die groep, dat is de Brussels Data Science Community. We hebben gezien en we zijn ook gevraagd geweest door verschillende bedrijven om de mensen en jongere mensen te gaan opleiden en te gaan begeleiden in het samenwerken rond een bepaald thema. Wat dus is belangrijk, samenwerken? Hè? Samenwerking is belangrijk omdat de thematiek heel breed is. Je gaat van economisten die een bepaald probleem moeten omschrijven, naar technische mensen die dus databases gaan bouwen en informatie gaan ophalen, naar statistici die daar bijvoorbeeld trends gaan terugvinden, naar mensen die statistisch bepaalde mooie grafieken gaan maken en ook storytellers die dus het verhaal of de waarde van de teruggevonden informatie gaan vertellen. En die zitten allemaal in die groep in Brussel. Zijn dat allemaal mensen uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld? Het zijn mensen uit het bedrijfsleven, er zijn ook mensen uit de academische wereld die daar zijn. De mensen van de Europese Commissie zijn ook aanwezig. Met als bedoeling om samen te werken en dus dat tekort aan data scientisten te gaan wegwerken we. Dus we willen echt mensen gaan opleiden en ervoor zorgen dus dat ze dus getraind kunnen gaan. Hoe doen jullie dat? Jullie gooien regelmatig een probleem in de groep dat ze moeten oplossen? Ja, dat doen we. Dus we hebben natuurlijk een internetplatform, maar naast dat internetplatform doen we zo ook hackathons, zoals u hier kunt zien, waar we samenwerken op een bepaald project. Een hackathon, dat is... Dat is gewoon samen zitten over een weekend over een bepaald probleem of verschillende problemen aan de hand van data te gaan analyseren en dus oplossingen vinden voor een bepaald probleem. Ja. En we komen maandelijks samen met de groep om bepaalde thema's te gaan bespreken. Ja. Thema's bespreken. Het is natuurlijk, je moet er dan al wel iets van afkennen. Hè. Kan je zo'n opleiding volgen of hoe zit het? Nee, je moet er niet van af weten. Dus je interesse is voldoende. Dus wanneer we samenkomen is er altijd een van de thema's inleiding tot. En dan is er altijd een thema rond hoe kan de business daarvan gebruik maken. Dus onlangs hebben we dus een themadag gehad waar het ging over data science in de bankaire wereld. Volgende keer gaan we het hebben over data science in human resources. Dus je moet er niks van af weten, gewoon interesse is voldoende. Oké. Wie er meer over wil weten, jullie hebben een website denk ik, hè, waar we op terecht kunnen. Ja, we hebben een website, u kunt die gemakkelijk terugvinden. U googelt gewoon Data Science Brussels en u vindt die heel gemakkelijk terug. En de URL komt onderaan in beeld. Voilà. Ja. Mensen kunnen niet missen. Dankjewel voor uw komst en uw uitleg. En bedankt dat u keek. Tot de volgende keer natuurlijk.